Hallo, daar ben ik weer. Ik heb nou een boekje, Kikker en Varkentje. En dat is eigenlijk voor Vienna van 2 en alle andere kinderen die 2 jaar oud zijn. Maar als je 3 bent of 4, 3 of 4, mag je natuurlijk ook kijken. Maar ik heb een heel leuk boekje over Kikker en Varkentje. Dit zijn Kikker en Varkentje. Kikker en Varkentje zijn appels aan het plukken. Wat zullen we hierna gaan doen? Vraagt Kikker. Kijk, ze zijn appels aan het plukken. En wat voor kleur hebben die appels? Ja, die appels zijn rood. En wat zullen we hierna gaan doen? Ga ik vast even kijken. Zullen we dansen? Vraagt Varken. Kijk. Wat zijn ze nu aan het doen? Aan het dansen. Aan het dansen op een boom. Oh, wat dansen we fijn. En wat zullen we nu gaan doen? Ga ik weer even kijken wat ze nu gaan doen. Oh, zegt het varkentje. We gaan nu vliegeren, want het is heel mooi weer. Kijk, dit is vliegeren, want het is prachtig weer. Er zit ook een vogeltje in de lucht. De lucht is helemaal blauw. En op de vlieger zie ik een gezichtje. Zie jij ook een gezichtje op de vlieger? Eens kijken wat ze daarna gaan doen. Want ze hebben al appels geplukt, ze hebben al gedanst. Ze hebben de vlieger opgelaten. En nu... Nee, zegt Kikker. We gaan verstoppertje spelen. Dat is leuk. Moet je maar eens kijken. We gaan verstoppertje spelen. Varkentje is aan het zoeken. Hé, Kikker, waar zit je? Ik zie je niet. En Kikker zegt niks. Die heeft zich lekker verstopt in de... Waar zit Kikker? Ja, Kikker zit in de boom. Hallo, Kikker. Waar zit je? En toen, wat zijn ze toen gaan doen? Ja, zegt Kikker. En ze maken pannenkoeken en appels voor bij de thee. Kijk maar eens. Want weten jullie nog wie er zo heel goed kan koken, pannenkoeken bakken en allemaal andere lekkere dingen? Dat is het varkentje. En het varkentje is roze. En die vindt toevallig roze zijn lievelingskleur. Nou, dat was voor vandaag het verhaaltje van Kikker en Varkentje. Tot ziens. Dag, tot de volgende keer. Tot ziens.